Vandaag wil ik laten zien hoe je een heerlijk ontbijtje kunt maken met wortel en banaan. Daarvoor gebruik ik een halve banaan. Als het hele kleine banaantjes zijn, kun je wel een heel banaantje gebruiken. Maar een halve banaan is voldoende om het te zoeten en het wat smeuïgheid te geven. Die ga ik prakken. Zo, dan heb ik een wortel en ik ga gewoon even kijken hoeveel ik daarvan ga gebruiken. Die ga ik raspen. Nou, ik denk dat het zo ongeveer wel genoeg is. Die voeg ik bij de banaan met wat gemengde pekannoten die ik in stukjes heb gehakt, wat glutenvrije havermout, 3 eetlepels, een eetlepel kokos en een klein handje rozijnen. Nou, dat meng ik eventjes een beetje door elkaar. En dan voeg ik een ei toe. Zodat het een smeuïge massa wordt. Zo. Die doe ik dan in de magnetron. Op hoog vermogen. Zo'n 2 minuten. Nou, dan moet je even controleren of die goed droog is. Want dan is die gaar. Maar dat is het geval. Ik ben alleen de kaneel vergeten door het beslagje te doen. Eigenlijk moet je dat gewoon voordat je het mengt ook nog even kaneel er doorheen doen. Maar nu doe ik hem dan maar even bovenop. En dan heb je een heerlijk voedzaam ontbijtje.